Ik ben Martin. Ik ben ambassadeur voor Protos. Dat is een organisatie die zich inzet voor proper water en proper sanitair in Latijns-Amerika en in Afrika. In maart 2018 ben ik naar Madagaskar gereisd. Hier is een hoge nood aan proper water en sanitair, want slechts 1 op de 2 mensen heeft toegang tot drinkbaar water. En maar 1 op de 10 gezinnen heeft een eigen toilet. Madagaskar is het 4e grootste eiland ter wereld. Het is iets groter dan Frankrijk, laten we zeggen Frankrijk plus België. Dat is enorm voor een eiland waar eigenlijk maar 1 grote weg is. Dat is die tussen Antananarivo, de hoofdstad, en Toamasina, een havenstad. Zo'n beetje de levensader van dit eiland. Het is heel groen als je erdoor rijdt, maar op sommige plekken is het ook heel dor. En het is arm. Je ziet overal hutjes, bakstenen gebouwen ook, bakstenen die ze zelf gebakken hebben, maar het is arm. We beginnen onze reis in de Andromba-vallei. Dat is ten zuiden van de hoofdstad Antananarivo. Dit is Fokontani Mirikanyaka. De drinkwaterpunten staan hier in prachtige perkjes, zoals u kunt zien. En er worden zelfs schoonheidswedstrijden uitgeschreven onder de verschillende dorpen. En dat gebeurt door Fikrifama, dat is een van de lokale partners van Protos. Wat hier interessant is en wat wij hier overal zien en horen, dat is dat sinds 2014 Protos hier weg is, dat alles blijven werken is. Alles is netjes onderhouden. De hele regio hier, Andromba, het werkt. Voor elk drinkwatersysteem is er een lokaal watercomité. Dat staat in voor de inning van het geld en voor het onderhoud. Hier is dat verenigd in 1 persoon en die heet Razami Ranoriamam Pianina. Je mag ook Samuel zeggen. J'ai vu que quelqu'un a pris une partie du robinet là-bas. C'est pourquoi? Един заня, ба секьюрити амли пенрак тазан матунганизиня. Satira wordt er in Titakewinia, Tinanula Mandalora, Manutnanu. Ah, security. Awam Nuratsmayo Lipian Rectra, Mitiandal de Ul, de Potomutanwe, Valatran de Ramzan, Lipian Rectra, Nifan in Conterats Judnofona, de Manzari Tsufanitanam de Ramlan, Metufulane Pilatana, Amftona, van de Fantafambul. Het drinkwater komt vanuit de heuvels. Er worden verschillende bronnen gecapteerd en die komen samen in dit waterreservoir van in totaal 21.000 liter. En zoals je kunt zien, het is regenseizoen, dus dat betekent dat er een overloop is. En daar komen de vrouwen vanuit de omgeving hun kleren wassen. Voorlopig is er voldoende water, maar de laatste tijd is er meer en meer migratie vanuit de stad naar de rustiger dorpen en buitenwijken van de stad. Dus het zou kunnen dat er in de toekomst meer bronnen moeten aangesproken worden. Onze reis gaat van Antananarivo naar Toamasina. Dat is een stad van zo'n 300.000 inwoners, wat iets meer is dan bijvoorbeeld Gent. Hier zien we dus de problematiek van alle steden overal in de wereld, alle groeiende steden ook. Dat wil zeggen dat het drinkwater en het sanitair moeilijker aan te pakken is dan elders op het platteland. En het is ook een gevriemel van je welste met tuk-tuks en push-push en allerlei andere voertuigen en steekkarren. In Toamasina is Jirama verantwoordelijk voor de watervoorziening. Dat is de nationale maatschappij voor drinkwater en elektriciteit. Er is geen geld om een nieuw waterproductiestation te bouwen. Men kan alleen maar vernieuwen en opkalefateren. On a besoin de transformer ce qu'on a, par exemple les filtres. On a besoin de transformer en filtre pour augmenter la capacité. Dit drinkwaterstation is gebouwd in 1929. Het is dus bijna 100 jaar oud. En het voorziet de hele stad van drinkwater. De capaciteit is opgetrokken met 30% tot in totaal 3000 kubieke meter. En zo kunnen meer wijken drinkwaterpunten hebben. Voordien dronk iedereen uit putten en via pompen, maar dat was ondrinkbaar. Sinds kort is er dus drinkbaar water in armere wijken. Deze vrouw combineert de waterverkoop met een kleine wasserette. Het volgende drinkwaterpunt ligt op 500 meter. Het wordt uitgebaat door Alphonsine en Jean Victorien. Maar ici c'est un mais le peuple, surtout les peuples ici, c'est qui bénéficient de ça. Ici, il n'y a pas de borne fontaine dans le périphérique ici. Il n'y a pas de borne fontaine. Oui. Donc c'est le peuple, c'est les gens de Fouta, c'est bien avantageux à propos de ces borne fontaines. Water is van levensbelang. Maar een levensgroot probleem is sanitatie. Protos heeft in Toamasina 600 latrines gesubsidieerd. Ook Angel heeft er een, met 2 septische putten die in elkaar overlopen. Ici on a un exemple de latrine que Protos a installé. Donc c'était une latrine de type mini-foseptique. Avant c'était des barils comme ça, ce qu'ils utilisaient. Een baril comme ça et on le met au fond et on met une planche dessus. Et c'est là qu'on s'assoit. In een stad kun je geen nieuwe putten blijven maken. Ze moeten geledigd worden. En dat is niet simpel in dit soort steegjes en wegeltjes. Een labyrint, zeg maar. Maar Protos heeft een ruimdienst opgeleid. Ah, tja, bola. Even telkens deze een boltje naar de dans naar het ziekte. Bola, bola, net op dans. Maar laf keel ja nee. Kan even zijn om de witte pijn om jacht te doen. Soms in jacht dan zijn maar geen zeep, ze hebben het jacht. Ze moeten er iets op dan met 2000 Fikrifama zo. En we namen ook een zijn is, baloi en toen. De mannen van de ruimdienst voeren het slip naar een ecologisch zuiveringsstation buiten de stad. Het fekaalslip wordt in 6 bassins met 2 soorten riet gestort. Bacteriën tussen de wortels verwerken het tot humus voor de landbouw. Op het centraal plateau ten zuiden van Antananarivo ligt de gemeente Ampitatafika. Het drinkwaterpunt van de familie van Joseph voorziet 5 gezinnen van water. Hij zegt dat het sinds de komst van het water een nieuw leven is. Fara misschien kunnen bola tonarona zilvernaar zijn in de val zijn maar daarnaast. Tiena misviel van de kwaad van de pie. Vooral aan rina doet je slaan stonden nullen met de makaran. Aan hem na luaran, aan hem na renranfer, niramu, toen bij jou wel afgaan. Reis het slaan stonden zijn het vakandaran. Vooral de resaka fahasalamana tena hoavana be voasoroka ny resaka aretina maro isan-karazany amin'ny fampiasana ny rano fisotro madio. Fahatelo dia afaka mireare izakay aty no komuna riralina aty satria betsaka ohatra hoe ny olona monina any Antananarivo any mipetraka ao Antananarivo fa mbola tsy manana rano ao atokatrano fa manatsaky makarano ry amin'ny pompe lavitra ry. Tamboutora, te oublie de setting, on a mal dans ce système, l'examen, dans ce motif, qui va faire un petit français, dans ce motif. Isso, temos um forno menos antes aqui, o pessoal não vai ter uma mais tão comida, vandaar een massa systeem. Zoals in andere landen waar Protos actief is, wordt er samengewerkt met scholen. Hier is dat via een programma rond water, sanitair en hygiëne. Teo alohany ankizy mbola tsy mahalala an'izany, ohatra hoe raha misakafo dia tonga dia hohanina fotsiny ohatran'izao, tsisy rano. Na tany an-trano ary dia tsy manana fahazarana hoe mitondra rano ilay sotroana te ampianarana. Zao ny rano efa misy eto dia afaka misotro eo, afaka misasa tanana avy milalao dia andeha hianatra. Fa taloha tsy nisy an'izay. Aminazy satria aminazy e! Aminazy satria aminazy e! Manasa! Dit was een boeiende reis. Madagaskar is een prachtig eiland, met diverse landschappen en met een mooie bevolking. Maar het is geen paradijs. Daarvoor is het leven te hard, zowel in de stad als op het platteland. En het is zonde, het is doodzonde, dat nog zoveel mensen tijd moeten steken in water halen, uren en dagen en weken mee verliezen. En wat er mij het meest heeft geraakt op deze reis, dat is de vreugde, de opluchting en de vrolijkheid. Omdat er drinkbaar water plots is in een gebied waar er nog nooit drinkbaar water is geweest. Voor ons is dat iets heel gewoon. Je draait een kraan open en er komt water uit. Maar voor de mensen hier is dat een feest. En wat ook heel belangrijk is dat de tweede fase werkt. In eerste instantie wordt er een waterpunt geplaatst en dat is goed en mensen hebben dan water. Maar dan moet het onderhouden worden. Het moet verder opgevolgd worden. En daarom is het zo belangrijk dat Protos hier samenwerkt met lokale watercomité's die verkozen worden door de mensen hier. Er wordt ook bewust samengewerkt met de lokale autoriteiten. Op die manier wordt de hele werking verankerd. Als je de lijn doortrekt, dan betekent proper water en sanitatie levens redden. Het mag toch niet zijn dat water het einde van een leven zou zijn. Het moet zijn zoals de slogan van Protos is: alles begint met water.